Ik kreeg een mailtje, dat was verkeerd gestuurd. Dat gebeurt wel eens, weet je, in de snelheid of wat dan ook. Ja. En daar stond in Masked Singer, daar stonden alle kandidaten bij. En welke personages zouden gaan doen in het nieuwe seizoen. Ja. Dus ik heb dat hier geroepen. En ik had achter gisteren gevraagd. Zeepaard. Zeepaard, glitterbal. Bij RTL en bij die productiemaatschappij, daar zijn ze helemaal gek geworden. Oh, rode vlag hezen. Rode vlag, ga hier achteraan, detective erop, de hele mikmak. En ik word dus gisteren gebeld, onbekend nummer 035. Ik neem op en ik krijg... de secretaresse van Peter. Volgens mij dan denk ik met Peter van der Voorst. De grote hoge baas. Hij zegt, wie hebben dat gehad? Ik zeg, dat ga ik niet zeggen, Peter. Nee. Dat, je houdt je bronnen natuurlijk geheim. Maar had wel gezegd L. Ikink, toch? Ja, L. Ikink. Op een gegeven moment zei hij, want er staat de kandidaten, die hebben dus een clausule, als we wat lekken over de deelname, 2,5 ton boete. 2,5 ton? 2,5 ton, ja. Zo. En hij zegt, en dat gaan we ook aan jou opleggen. Ik zeg, ik ga nooit betalen. Maar ja, goed, wat moet ik doen? Maar goed, weet je doet er toch verder niks mee? Ik doe er niks mee. Nee joh, laat het. Ze kunnen jou natuurlijk helemaal geen boete opleggen. Nee, maar voor mij gaat het programma lopen, ik dacht 10 of 11 november. Ja. Misschien wel een leuk idee, om op die dag. Nee, we gaan niet bekendmaken. 10 november wordt het dan. 10 november, dan toch één kandidaat onder valse voorwensen. Oh ja. Hier uit te nodigen in de studio. Ja. Gemaskerd. En verdraaien we zijn stem. Ja, dat is leuk. En dan kunnen mensen meekijken hier zo in de studio. Hebben we een soort sneak preview. Een sneak preview. Is dat een idee, ja of nee? Nou. Ja, is leuk. Okay. Dat gaan we doen. Nou, dat houden we toch een beetje geheim. Houden we nu eroverheen. Ja. We houden het geheim, maar dan weten mensen in ieder geval... Oh. En bij RTL kunnen ze rustig gaan slapen. Wij gaan echt niet... Nee? Nee, dat doen we niet. Ook niet de glitterbal. Nee, ook niet de glitterbal. Ja. Loopt het toch af met een sisser? Het loopt mij af met een sisser. Ja. Dat is een hint, hè? Ja. Frits Sisser noemen ze het.